Hallo en welkom bij een nieuwe video van Veles Creatieve Hoekje. Vandaag gaan we deze leuke kaart maken. We gaan die leuke, mooie grassen gebruiken van Studio Light en we gaan oxide inkten gebruiken. Ik ga werken op oxidekarton, omdat daarop de oxide inkt veel beter mengt en een mooier resultaat geeft. De kaart waar we op werken is 12,5 cm op 14,5 cm. De oxide waar we mee werken is antiek linnen, tie-dye en vintage foto. Ik ga werken met een blending tooltje en zo'n koepelfoompje, zo'n domed foam. En ik ga dus de rand rondom rond beginnen met de tie-dye. De tie-dye is mijn donkere kleur. Die ga ik dus heel smal aan de rand zetten. En dat gebied dat gaan we wit laten. Bovenaan wel een klein beetje kleur natuurlijk, maar dan heel, heel smal. Ik start nooit op mijn karton, maar altijd op mijn werkoppervlak. Daar waar ik het wit vlak hou, hou ik het heel smal. En onderaan ga ik dan breder, want daar gaan we dan meer kleur aanbrengen. Waarom start ik met mijn donkere kleur? Zo dadelijk gaan we met antiek linnen daarover en verder omhoog. Dus dan nemen we nog een beetje van die donkere kleur mee met onze antiek linnen. En op die manier krijg je een heel mooi verloop of overgang van de beide kleuren. En geeft ook nog de tie-dye een beetje extra kleur aan de antiek linnen. Deze zijkant die gaan we helemaal tot boven doen. En daar waar de kaart meer kleur krijgt, kun je zien dat ik ook mijn donkere rand iets breder heb gezet. Hier gaan we ook nog een stukje doen tot niet halverwege, maar een derde zo ongeveer. Dat is ongeveer. Je kiest zelf hoe ver je die rand maakt. Dan stappen we over op de antiek linnen. Ik neem een nieuw domed foompje. En ik neem dus die tie-dye kleur. Daar ga ik dus over en dan ga ik verder omhoog. Ik neem dus een deel van die kleur mee. En je ziet al direct dat dat heel, heel mooi blendt op dat oxidekarton. En als je zo eerst je donkere kleur zet en dan je lichtere eroverheen. En hoe hoog je die kleur laat komen, dat bepaal je zelf, wat jij mooi vindt. In dat witte vlak hier, daar gaan we een klein beetje antiek linnen dadelijk aanbrengen om de uitstraling van de zon uit te beelden. Ik neem een stempelmat erbij. Met acrylstempels stempel ik altijd op een stempelmat, tenzij ik mijn stempelhulp gebruik. Maar dat geeft altijd een perfecte tegendruk met acrylstempels. Dus een stempelmatje is ten zeerste aan te raden. De grassen, ik start met deze. Die ga ik al klaarzetten op een acrylplaatje van All in Create. Stempelt ook wel gemakkelijk, vind ik, omdat dat een beetje flexibel is. En starten doe ik met mijn achtergrond. Zoals je hier kan zien, zit daar zo een raster op. Dat is ook van Studio Light. Er zijn vier verschillende van die achtergrond slimline stempels. Die zijn echt superleuk om op een achtergrondje te zetten. Die gebruik ik bijna altijd, gewoon uit de losse hand. Dat hoeft helemaal niet perfect gestempeld te zijn. Ik ga beinkten met tie-dye. En ook dat beinkten hoeft eigenlijk helemaal niet perfect te zijn. Dit is maar puur achtergrond. Dus dat speelt eigenlijk niet zoveel rol hoe dat erop staat. Als ik stempel met oxide inkt, dan ga ik mijn stempel nadien altijd onmiddellijk heel goed schoonmaken. Want oxide inkt heeft nogal een zware body en dat is niet zo fijn als dat op uw stempels blijft. En dan kan ik aan mijn grassen beginnen te stempelen. Ik gebruik de VersaFine Clair Pinecone en ik laat die opzij en onderaan af de pagina gaan. Dat geeft een heel leuk effect. Dat is er al één. En je ziet hier en hier van onder de puntjes,
Dat is waar ik af de pagina ben gegaan. Ik ga niet opnieuw beïnkten. Ik ga in tweede generatie de stempel nog eens op mijn kaart zetten. Dan ga ik hem terug beïnkten. En ik stempel dus hoger en lager. Dat geeft ook een leuk effect en een vol effect. Deze ga ik eens heel even uit mijn handen laten vallen. Gewoon om een klein beetje inkt weg te nemen. Zodanig dat die ietsjes lichter wordt. En dan ga ik hem afdrukken. En ook die ga ik in tweede generatie er nog eens terug op zetten. En die zet ik hier onderaan. Dus nu heb je een heel mooi bos eigenlijk van je planten. En dat geeft ook diepte aan je kaart. Omdat het donkere is hetgeen dat zogezegd vlak voor je neus staat. En het lichtere staat verder af. Dan gaan we onze andere tak erbij nemen. Hier ga ik stempelen met de oxide, met de vintage foto. Die ga ik hier zetten, aan deze zijkant. En ook die ga ik in tweede generatie erop zetten. Zodanig dat je ook met dit gras een mooi diepte-effect krijgt. En zoals ik al zei, je gaat hoger en lager werken. Ook dat geeft een mooi zicht op het totaal, op het geheel. Nu gaan we de kaart drogen met de heat tool, want die witte grassen die je ertussen hebt zien staan, is met embossingpoeder. En onze kaart is echt wel vochtig van de oxide inkt en die blijft ook vrij lang vochtig. Dus we gaan die zeer, zeer goed drogen, want anders gaat dat poeder blijven kleven op plaatsen waar dat het niet moet zitten. Dus heel belangrijk om goed te drogen. Even waaien om de warmte eraf te halen, want ook de warmte houdt het poeder vast. En dan wil ik jullie een tip meegeven. Doe eerst een test met het poeder. Blijft dan nog heel veel kleven, zoals hier op mijn kaart, dan is de kaart nog veel te vochtig. Dus dan kun je best het poeder er terug afborstelen. Ik gebruik daar een glitterborstel voor. Die borstelt heel fijn. En terugdrogen. En dan terug een testje doen. Is het nog steeds niet goed, afborstelen en verder drogen met de heat tool. Ook als het goed is, ga ik er toch even met de borstel over. Dan met het antistatisch doekje. En dan met de Versamark inkt. Dan ons wit detailpoeder erover. Ik gebruik wit detailpoeder omdat het zo een heel fijn stempeltje is, heel fijn gras. En dan zou dat niet mooi zijn moest het regular poeder zijn, want dan worden de lijnen echt wel dik. En dan gaan we het poeder smelten met onze heat tool. En dan heb je dit als resultaat. Dan gaan we onze zon er nog op zetten. Voor onze zon te maken hebben we een stukje printpapier nodig, gekleurd papier van de Action, een A4-vel in vier gesneden. En met een cirkelpons snijden we daar een cirkel uit. En dan ga ik dat blaadje met de groene lijmroller opkleven, zodanig dat dat goed vast zit. Die is dus niet permanent. Mijn zonnetje ga ik maken met de VersaColor Canary, de nummer 11, dus dat is de gele. En een kurkdroog babydoekje. Maar dat moet echt kurkdroog zijn. En dan vul je dat helemaal op met geel. En met de nummer 13, de orange van VersaColor, ga je een klein beetje een donkere rand aan de zijkant zetten. En dan kan het blaadje er terug af. Als er nog lijmrestjes zijn, die veeg je gewoon weg. En dan gaan we onze vogel daar nog instempelen. Dat is van dit setje, ook van Studio Light. Dat is uit diezelfde reeks, maar dit is dan een ander. In de webwinkel staat er bij dit setje ook nog een
andere kaart, een foto van een andere kaart, zodat jullie daar ook nog een extra voorbeeldje mee hebben. Want voor nu gebruiken we hier alleen die ene vogel. Maar ik heb dus de andere stempeltjes ook gebruikt al. Die vogel die gaan we stempelen met Versafine Nocturne, dat is dus de zwarte, en een stukje in en een stukje uit de zon. En dan kunnen we onze tekst nog toevoegen. Ik ga nu een andere tekststempelset gebruiken en ik ga daar zomaar een kaartje op zetten. En dat stempelen van die tekst, dat doe ik terug met de pinecone van Versafine Claire. Dus onder deze video staat een link. Als je daarop klikt, kom je in de webwinkel op een pagina waar alle gebruikte materialen bij elkaar staan en ook het filmpje. Dus ook in de webwinkel kun je de video herbekijken. En dan kunnen we onze kaart op onze basis gaan kleven en dan zijn we al klaar. Zo snel kan het gaan om een leuke kaart te maken. Ik heb bruin glad karton en ik heb de volledige lengte van een A4 en dan op 13 centimeter breed. En dan gewoon dubbel vouwen. En dan kan ons stempelkaartje er zo op. Ik ga dat opkleven met de Tacky Glue van Studio Light. Een geweldig goede lijm. Ik gebruik die heel vaak de laatste tijd. Hij is wel echt tacky. Dus eens dat je je kaart neerlegt, heb je niet gigantisch veel tijd om ze nog te verplaatsen of te verschuiven. En dan is onze kaart helemaal klaar. Vond je dit een leuke video? Druk dan zeker op de like-button. En ik wil ook heel graag bedanken voor het plaatsen van jullie reacties onder de video's. Dat geeft me goede feedback om nog meer video's te maken die jij leuk vindt. En wil je helemaal niets missen? Druk dan op de abonneerknop. En dan zie ik je graag heel snel terug voor een nieuwe inspiratievideo.